Dick, welkom terug in Venlo. Heb je een goede vakantie gehad? Zeker. Een goede tijd om bij de familie te zijn en om de batterij weer op te laden. Met wat voor gevoel ben je die vakantie ingegaan? Nou, wel een positief gevoel, hè? Want de laatste wedstrijd was belangrijk. 3 punten die waren gewenst om de aansluiting te behouden. Ja, dat betekent dat we weliswaar niet op een plek staan waar we willen staan, hè, eind van het seizoen, maar wel de aansluiting hebben. Als je terugblikt op de hele eerste seizoen zelf, wat is dan je gevoel? Dat zijn eigenlijk mixed feelings, omdat we natuurlijk een hele sterke periode hebben gekend. Maar ook een mindere periode. En ik denk dat we het tweede seizoen zelf moeten gaan proberen om de wisselvalligheid uit ons spel en uit de resultaten te gaan halen. Je weet dat dat kan, omdat het deelnemersveld gewoon enorm sterk is. Maar als ik terugkijk over het seizoen, of over het halve seizoen genomen, denk ik dat we meer punten hebben laten liggen als dat we de cadeau hebben gekregen. Waar heb je die punten dan vooral laten liggen voor jouw gevoel? Nou, je hebt natuurlijk een last minute goal tegen gehad tegen Jong AZ. En je hebt een hele slechte prestatie geleverd vlak voor de winterstop uit bij Topos. Ja, en ik denk de wedstrijden eigenlijk na de goede periode daarna even de klat erin. Dat we daar toch wel iets te veel punten hebben laten liggen. Heb je nu een idee waar dat aan heeft gelegen? Nou, wat ik toen al zei, een bepaalde urgentie voelen in het verdedigen, maar zeker ook in het benutten van kansen. Omdat ik dat een beetje miste in die fase. Ik denk dat exemplarisch is de laatste wedstrijd Telstar, dat we toch heel veel kansen nodig hebben om te winnen. Als je kijkt naar de kansen wat de tegenstander creëert ten opzichte van ons, ja, dan is het eigenlijk maar 1 goal verschil. En dat is iets waarin we moeten verbeteren. En hoe wil je dat gaan doen na de winterstop? Nou, ik hoop dat we vooral geleerd hebben, hè, van de dingen die we niet goed hebben gedaan. Want ik ben ervan overtuigd dat de fouten die je maakt, dat je daar eigenlijk het meest van kunt leren. En dat we gewoon dodelijker moeten zijn in het afmaken. Ja, en daar ook op te zitten in de training natuurlijk. Hè, om daar regels en dingen voor te vinden. Om die noodzaak heel duidelijk te maken bij de spelers. Maar andersom ook in het verdedigen. Hè. Ik haal nog maar een keer de laatste wedstrijd erbij. We geven eigenlijk niks weg, maar op het moment dat tegenstander 1 keer voor de goal komt, ja, dan ligt hij er gelijk in. En dat we daarin nog beter en scherper moeten verdedigen. We hebben het nu over de dingen die beter moeten. Toch zijn er ook genoeg dingen die wel goed waren. Waar ben je tevreden over? Ik denk bij fases in relatie tot waar we het vorig jaar wel eens over hebben gehad, dat het spel aan de bal, zeker in thuiswedstrijden, beter moet. Dat er een aantal wedstrijden tussen heeft gezeten dat we echt goed voetbal op de mat hebben gelegd. Hè? Met goed aanvalsspel, met veel dynamiek op de zijkanten, waardoor we de tegenstander veel pijn konden doen. Hè? Bijvoorbeeld wedstrijd thuis tegen NAC, wedstrijd thuis tegen Jong Utrecht. Bij fases wedstrijden thuis tegen Graafschap bijvoorbeeld. Maar ook een wedstrijd als Jong AZ, hè? Waarin we vorig jaar best wel veel moeite hadden met de manier en de intensiteit van Jong AZ. Konden we daar dit jaar ons goed mee meten. Nou ja, en ik hoop dat we daarin nog stapjes kunnen maken, zodat we dat soort wedstrijden nog makkelijker gaan winnen. En de wedstrijden die daarop volgen eigenlijk datzelfde kunnen brengen. Dan gaat nu de blik op de tweede seizoen zelf. Er zijn nog wat verhalen verschenen over interesse van andere clubs. Maar daar is eigenlijk geen sprake van, toch? Ik ben gewoon hier en de verwachting, ja, dat kan ik wel zeggen, is dat ik gewoon ook hier blijf. Dan die tweede seizoen zelf. Met wat voor gevoel begin je daar nu aan? Nou, wat ik zei, met een goed gevoel. Je krijgt een lastige wedstrijd natuurlijk, de eerste. Op een maandag bij Jong AZ Utrecht, die ook wel worden omschreven als reuzendoden. Ja, en dan een paar dagen daarna staat alweer de volgende clash op programma. Maar het zijn wel hele mooie wedstrijden en we kijken daar gewoon hartstikke naar uit. Voor jou kan ik me voorstellen helemaal bijzonder om weer in Utrecht te komen. Ja, altijd leuk om daar weer te zijn. Ik heb daar natuurlijk ongeveer de helft van mijn leven rondgelopen. Dus dat is altijd wel speciaal, ja. Maar de 3 punten moeten mee naar Venlo uiteraard. Maar we komen daar voor 3 punten en dat is het enige doel van de avond. Als we kijken naar het doel van die tweede seizoen zelf, is dan voor jou ook die play-offs echt het uitgesproken doel? Tuurlijk, je zit in een competitie waarin dat eigenlijk een heel mooi toetje kan zijn. En we hebben natuurlijk aan de voorkant gezeten dat het een uitdaging is door alle perikelen die rondom VVV hebben gespeeld. Maar we hebben ook laten zien dat we nog steeds in staat zijn om te verbeteren. En we hebben heel veel dingen, veel dingen hebben we goed gedaan, maar ik vind dat er nog steeds heel veel ruimte is voor verbetering. En daarom denk ik ook dat wij een serieuze gooi kunnen doen naar play-offs. Want als je nu naar deze selectie kijkt,
de transferperiode loopt, maar er zal waarschijnlijk niet heel veel in gaan veranderen. Nee. Is deze selectie dan goed genoeg om die play-offs te halen volgens jou? Ja, maar we moeten de lat met elkaar, hè. Ik als trainer als allereerst natuurlijk, maar ook de spelers onderling, nog meer omhoog leggen om, ja, om nog beter te worden. En niet per se te kijken van oké, hoe kunnen we ons versterken? Laten we vooral kijken binnen hetgeen wat we hebben om ons daarin te kunnen verbeteren. Ja, ook dan kunnen we een extra stap zetten.